Ja, never can say goodbye, de Communards. En misschien heel toepasselijk. Ik heb Emiel Raterband aan de telefoon. Dag Emiel, goeiedag. Hey, hey Paultje. Alles goed, jongen? Ja, prima. En met jou? Ja, fantastisch, jongen. Fantastisch. We zijn aan het aanbouwen, hè? Ja, ik heb het. Eventjes, en snel weg. Lekker de tuinland. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, hoe is dit zo gekomen? Je hebt het, ik heb jou een hele tijd geleden mogen interviewen toen je net uit Thailand kwam. Ja. Toen was je daar ook monnik geworden. Ja. Maar je hebt toen ook al aangegeven, ja, de kans zit erin dat ik erheen ga. En nu gaat het gebeuren. Gaat gebeuren. Ja, wat de meeste mensen niet weten is dat 50 jaar geleden heb ik er ook 2 jaar gewoond. Ja. En dat was op Pattaya. En dat was Pattaya was toen nog niet zo'n plaats als dat het geworden is. Ja. Dat was dus helemaal een soort strand waar de vliegdekschepen aanlegden gewoon. En dan kwamen dan de dames kwamen uit de bosjes en de soldaten, de GI's, die kwamen met een bootje aangezet. Die bleven dan 3-4 dagen daar en dan vertrokken ze weer. En al die rotsen lag op het strand, ik zie het nog voor me. En er kwamen de golven en alles was weer weg. Ja, en ik heb daar 2 jaar gewoond. Ik heb er toen een business gestart samen met een vriendje uit België. Ja. Dat maakt niet uit. Mijn hart is er altijd gebleven. En ik heb toen een jaartje of 9 geleden heb ik Erwin Smit ontmoet van de Smit Food in Company. Ja. Dat is de grootste sambalmaker van de wereld geworden uiteindelijk. En zo hebben we onze vriendschap betiteld eigenlijk. Zijn we uiteindelijk naar het klooster gegaan met z'n tweeën. Nou, daar zijn we natuurlijk helemaal broeders geworden. Hè? Niet alleen in de religie, maar ook in het mediteren en in alle dingen die we samen doen. Ja. En toen zei hij van, kom dan lekker naar Thailand toe, man. Ik zei, dat lijkt me een goed idee. Dus ja, hè, mijn vriend die wacht op mij, mijn broeder wacht op mij. Ik ga er in november naartoe, de tickets zijn klaar. Want ik ga natuurlijk niet 2 weken in quarantaine zitten. Ik ga ervan uit dat in november het misschien nog 1 weekje quarantaine zal zijn in Phuket. Ja. Maar tegelijkertijd hoop ik dat er geen quarantaine meer zal zijn. Ik heb al mijn vaccinaties gehaald. Dus ik ben helemaal corona-proof en corona-vrij. Ja. En dan ga ik 2 weken zorgen voor de school, voor de kinderen. Ik neem mijn kinderen mee natuurlijk, althans de 2 jongsten. En ik ga kijken voor een huis. Dus als er nog iemand is die een mooi huis te koop heeft voor mij, die kan zich altijd even melden bij info@raterband.com. En ik wil eigenlijk gaan begonnen bij Hua Hin in de buurt of bij een van de buitenwijken van Bangkok. Maar dat is in Bangkok natuurlijk allemaal. Hè. Ja, het is wel een hele stap eigenlijk. En ook voor de kinderen zal het... Ja, de jongen... De jongste is nu 14 maanden. Ja. Dus daar is een stapje voor natuurlijk. Dat wordt alleen maar leuk. Hij gaat gelijk Thais leren met een Thaise juffrouw erbij. En dan gelijk Engels leren. En houdt een beetje Nederlands bij mijn pa. Nou ja, en ik neem mijn zoon mee van 12. Die zit nu op de laatste klas van de lagere school. Dus die gaat gewoon gelijk naar de middelbare toe als die daar komt. Dus een Engelse middelbare school zijn heel goed. Ja. In Thailand. En dan gaat hij naar een school waar Engels gesproken wordt, maar ook Thais. Want ik vind dat hij gelijk ook Thais moet leren. En we krijgen een Chinese baboe, als het ware, in huis. Zodat er ook gelijk Chinees gesproken wordt. Okay. Dus kinderen worden ook 3 talen opgevoed. Chinees, Thais, Engels en Nederlands erbij natuurlijk. En wat ga je daar doen? Ga je weer ook het klooster of ga je weer de monnik? Nee. Ja, kijk, ik ben nu 52 met een ervaring van de 73 jaar. Ik ga lekker een huis bouwen daar of een mooi huis kopen. Het moet een groot huis zijn, want ja, ik ga ervan uit dat mijn andere 8 kinderen, dat die regelmatig komen. Ja. En dus daar moet ruimte voor zijn. Ja, ik heb natuurlijk heel veel vrienden en kennissen, zakenrelaties. Die komen natuurlijk uit Nederland. Die komen natuurlijk lekker naar Thailand, naar Hua Hin of naar Bangkok, naar mij. En wat ga ik er doen? We gaan een aantal zaken ondernemen. Ik denk eigenlijk dat ik daar een Nederlandse bakkerij ga beginnen. Ik moet eens even kijken of daar, niet of daar handel voor is, maar of dat al er is. Ja. Eigenlijk, dat is 1. Ik ga natuurlijk mijn seminars doen. Die doe ik nu al, ook in het Verre Oosten, in China, in Thailand, Vietnam en in Japan bijvoorbeeld, of Korea. Dus dat doe ik al vrij regelmatig. Dus dat is een kwestie van continueren. Ja. Ik ga wel 1 keer in de 2 maanden ga ik een week terug om de Nederlandse seminars hier te blijven doen.
want dat blijft gewoon doorgaan. Alleen maak ik dat gewoon 1 week in de 2 maanden voor. Ja. En voor de rest heb ik nog andere plannen. Maar dat is nog niet helemaal rijp om dat naar buiten toe te brengen. En een patatzaak beginnen in Pattaya? Nee, ik ga geen fritzaak beginnen. Ik ga een bakkerij beginnen. Maar ik moet even kijken of dat kan. Of er een, wel een bakkerij is. Moet ik even zien, moet ik even kijken. Maar goed, maakt niet uit. Kijk, ik kan ook een fietszaak beginnen. Ik kan een horeca beginnen. Ik ben, ik heb er overal verstand van. Ja, maar jou... En misschien ga ik dan een soort exportbedrijf beginnen. Ja. Of misschien wel vruchten in conserveren of zo. Of samen met Smitfood een nieuw producten samen maken. Wat met sambal gerelateerd is. We gaan kijken gewoon hoe dat loopt. Jij kan ook niet stilzitten. Dat is... Nou, je kan niet stilzitten. Hoezo niet stilzitten? Nou, nee, maar ik denk, ja, misschien ga je ook genieten nou eens van het leven. Je bent altijd aan het werk. Nee, maar dat is toch genieten? Werken is genieten. Ja. Kijk, dat is natuurlijk iets voor jou raars om dat te geloven. Maar kijk, dat ondernemen, dat is gewoon leuk. Dat geeft de jeu. Je leert nieuwe mensen kennen. Je leert jezelf weer bij de les houden. Ja. Je blijft positief. Je ziet mogelijkheden, ja, je hebt weer een doel om 's morgens op te staan. Hè? En dat doel dat hou je dan. Eerst moet je die winkel uit de grond stampen. En of dat nou een winkel is, of het is een restaurant, of het is een bedrijf, of het, dat maakt allemaal niet uit. Nou, er moeten weer allerlei dingen voor gebeuren. Nou, dat is ontzettend leuk, onderhoudend. Ja, en zo blijf je van de straat. En dat genieten, kijk, als je nou de hele dag niks hebt te doen, ja, dan is dat genieten is dan geen genieten meer, dan is dat gewoon vervelen. Ja, en als je dus van de 7 dagen, ja, ik werk nog steeds tussen de 80 en de 100 uur in de week, nou ja, en dan blijft er nog heel veel ruimte over om te genieten. En dan geniet je ook echt, want dan ben je ook moe, of je bent voldaan, of je bent tevreden. Ja, en dan lig je toch anders op het strand, of dan ben je lekker met je bootje bezig op een andere manier. Als dat je niks te doen hebt, of dat je werkeloos bent, of dat je gepensioneerd bent. Ja, of dat je thuis probeert te ontlopen, want datgene wat er thuis op je zit te wachten, daar zit jij ook niet op te wachten. Ja. Nee, precies. Dus, Emiel, een vraag even. De liefde, ga je die daar... De liefde, ga je die daar vinden? Nou, moet luisteren. Ik ben nu op een leeftijd gekomen, 52... dat ik andere interesses heb. Ik heb natuurlijk zoveel ervaring die eigenlijk allemaal die niet allemaal zo positief afgelopen zijn. Nee. Dat is ook niet zo belangrijk, want dat ligt natuurlijk allemaal aan mij. Als ik vraag dat maar aan al mijn exen, ligt het allemaal aan mij. Ja, precies. Dus dan zal dat ook wel zo zijn. Ik ben bijna gaan geloven dat ik niet meer capabel ben of niet meer geschikt zou zijn voor een hetero's relatie. Dus ik dacht nog even van, nou, misschien moet ik het dan de andere kant op zoeken. Nee. Ik dacht ik bij mezelf, dat doe ik maar eens even niet. Nee, dat kun je beter niet doen. Nee, precies, exact. Dus dus ook helemaal geen, niet één vezel in mijn lichaam dat die kant op neigt. En dan kijk, als ik in Thailand kom, dan zijn natuurlijk uiteindelijk de liefste mensen, de mooiste vrouwen, het lekkerste eten, de lekkerste temperaturen. Ja, goed, en dat komt helemaal goed heel. Ja. Dus dan maak ik me druk om. Ik ben niet op zoek naar iets. En je weet het, als je niet op zoek bent naar iets, dan vind je het altijd. Ja, hè? Ja dat is het gaat om de kindertjes, het gaat om mezelf. En dat is het belangrijkste. En of er nou liefde komt of liefde gaat, dat zien we allemaal weer. Ik las een stukje over dat jij met de moeder, hoe noem je dat... De moeder van een kind. Ja, dat jij daar zo'n verschrikkelijk leuke relatie mee hebt. Ja, heb ik de beste relatie mee van alle vrouwen die ik ooit van mijn leven heb gehad. En hoe komt dat? Want ik ben achteraf begonnen. En wat betekent dat? Ik ben achteraf begonnen. Ik heb eigenlijk geconcludeerd, hè? Je weet wat ik doe met NLP. Ja. En dat is altijd modelleren. Je kijkt naar iemand die dat wel goed gedaan heeft. En dan probeer je erachter te komen wat zijn overtuigingen zijn, wat zijn denkpatronen zijn, hoe zijn fysiologische bewegingen zijn. He, hoe beweegt iemand zich dan in zo'n relatie? Hoe gaat dat nou? Nou, ik ben tot de conclusie gekomen dat als ik mensen spreek die 40, 50, 60 jaar bij elkaar zijn... Ja, wat hebben die dan eigenlijk met elkaar? Die hebben dan een soort zakelijke relatie. Ja. He, die hebben afspraken gemaakt van als ik overlijd, dan is het voor jou. Of het kindsdeel is voor jou. Of je krijgt een rente. Of tijdens het leven, één doet de boodschappen, de ander die koopt.
We gaan nog 1 week per jaar op vakantie met elkaar. Jij wast de auto, jij rijdt altijd. Of jij doet de boekhouding. Nou ja, kortom. Dus dat zijn zakelijke afspraken. Dus dat heb ik ook gedaan met deze vrouw. Ik heb toen een tijd een keer laten opvallen op LinkedIn dat ik nog een kindje zou willen hebben. En er kwamen binnen 24 uur 187 vragen. Of 187 dames op die zich aanboden. Ja. Nou, die dames heb ik allemaal benaderd. Toen bleek dus dat de eerste dame die zei, ja, dat kost 200.000 euro. Toen dacht ik gelijk, ja, mevrouw, ik ga er niet voor betalen. Nou, de tweede die vroeg 100.000 euro. De derde, dat was een lesbische. Die zei, ik wil graag een kind hebben. En dan hou ik dat zelf. Ja, ik zeg, mevrouw, dat kind is voor mij en niet voor u. Ja, maar ik ga er geen afstand van doen. Nou, kortom, ja, dus... 187, uiteindelijk bleven er 47 over. En die 47 vrouwen, die ben ik gaan bezoeken. Om te kijken of ze fysiek gezond zijn. Ze moesten een relatie hebben. En ze moesten ook al kinderen hebben. Waarom? Omdat ik zo de kinderen kon bekijken. En kijken van hoe intelligent zijn ze, hoe zien ze eruit. Want ja, ik moet natuurlijk wel een gezond kind krijgen. Dat had ik in ieder geval wel gepland. En daarom had ik dat uitgezocht. Nou, uiteindelijk blijven de 3 vrouwen over. En uiteindelijk heb ik gekozen voor deze vrouw. Daar samen hebben we een kindje meegemaakt. Er is 1 keer een zwangerschapsonderbreking geweest. Een miskraam. Ja, ja. Toen zei ik, we stoppen er gelijk mee. Nou, dat heeft ze me toch kunnen overtuigen. Nou ja, goed. En dat vond ik allemaal zo lief en zo goed en zo ja, echt menselijk en moederlijk. Nou, toen het kindje kwam, was het helemaal gezond. Ze is nu 14 maanden. Ik heb een afspraak met die vrouw gemaakt van, dat kind is van mij. Het staat op mijn naam. Ik heb voogdij, ik heb gezag. En ze heeft niets daarover te zeggen. Dus wat ik doe, dat kan ik doen zonder overleg met haar. Maar ik overleg alles met haar. Ja. Waarom? Omdat er geen dwang is. En die vrouw is de sleutel van mijn huis. Die mag altijd komen wanneer ze wil. Ze hoeft niet eerst te bellen. Dat doet ze dan wel uit beleefdheidshalve omdat ze beschaving heeft. Ze belt dan en zegt, nou vind je het goed dat ik kom voor Betteke? Nou, dat is altijd goed. Ze past op Betteke. Of ze neemt Betteke mee als ze boodschappen doet. Of ze neemt Betteke mee naar haar eigen huisje. Ja. Dat is allemaal goed. Ik ben die vrouw zo gaan waarderen. Ja, in haar liefde en onvoorwaardelijkheid naar dat kindje toe, maar ook naar mij toe. En dat opofferend wat er is, hè, want ze heeft hier naast Betteke heeft ze nog 4 andere kinderen. En in de tussentijd is ze gescheiden van haar man. Dat was niet de bedoeling, maar dit was ook niet de reden dat ze van die man afgegaan is. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ja, ik heb een dermate goede relatie met die vrouw. Dat ze ja, gewoon een hele lieve vrouw is. En zonder enige bijreden bij me is gekomen. Ja, je weet natuurlijk wel, Paul, je kent me goed genoeg. Ja. Hè, dat als de vrouwen nog mee vallen, dan weet ik het is of om de poen. Ja. Of door mij willen ze op de rode loper komen, zodat ze bekend kunnen worden. Denk maar even aan al die voetbaldames. Ja, ja, ja. Denk maar aan Sylvie. Dat ze bekend worden doordat een vent een voetballer is. En ze denken, nou, die kan ik daardoor gebruiken om... of kijk even naar dit nieuwe vrouw van Hazes. Ja, die gebruikt natuurlijk André alleen maar om dat stapje te kunnen zetten om bekend te kunnen worden. Nou, niemand zegt dat, maar dat is natuurlijk de achtergrond. Nou, en dat maakt niet uit, dat is goed, dat is het spel, dat mag allemaal. Maar ja, die vrouw die komt natuurlijk niet expliciet voor mij. En niet voor wie ik zelf ben. En dat is het daar dan natuurlijk ook. Dan kom je daar als blanke man, van al, hè, en dan verlang. En dan kom je daar dan, ja, dan is dat een middel om uit je eigen armoede te komen. Of het is een middel om je kinderen te laten verzorgen. En dat is ook allemaal legaal. Ja. En als je daardoor gaat gebruiken, is ook allemaal oké. Okay. Want dan doe je het met je eigen instemming. Dus dat is oké. Okay. Maar deze vrouw, die is zo onbaatzuchtig. Dat is het woord. Ze vraagt nooit om geld, ze vraagt nooit om tijd, ze vraagt nooit om aandacht. Ze geeft alleen maar. Nou, dat vind ik gewoon heel mooi, Paul. Ja, maar is die mooier dan verliefd worden en die pijnen allemaal weer hebben? Als je zo'n vriendin hebt, dit is toch veel mooier? Ja, maar kijk, als je nou kijkt in Amsterdam of je kijkt in Kopenhagen, daar is een vriendinnetje van mij, de onderwijzeres. Die heeft 55 kinderen in de klas. En van die 55 zijn er 3 die komen uit een papa-mama relatie. En die 52 andere kinderen die komen op alleen een vader of alleen een moeder. Of alleen 2 kerels of 2 vrouwen. Of 1 man met 2 vrouwen of 3 wijven bij elkaar. Kortom, hoe gek kun je het bedenken. Ja. Ja? Maar dus, dat wil maar zeggen, dus wat normaal is, wat normaal was, dat is uit een papa-mama gezinnetje. Dat is het dus niet meer. Nee. Zo, dus mensen zijn aan het experimenteren om te kijken naar een bepaalde samen zijn
vorm. Want het blijkt dat één op de twee Nederland uit elkaar gaat na een bepaalde tijd. Ja, en dat eist natuurlijk om aanpassing. Dat doe je in je bedrijf, doe je dat ook. Dat doe je in je relatie, doe je dat ook. Deed de politiek dat maar eens. Ja. Dan dat was het zo rotzooi hier in Nederland. He, zou je kunnen zeggen. Nee, maar precies. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben naar Thailand geweest. Ik vind het een vreselijk mooi land waar je heen gaat. Nee, het is het mooiste land van de wereld met de liefste mensen, het lekkerste eten. Ja, goed, en ook economisch natuurlijk zoveel mogelijkheden. En dat is natuurlijk ook. Kijk, dan hebben ze het in Nederland altijd over je moet mensen helpen, je moet denken aan het milieu en weet je allemaal, de gauwhoer allemaal. Nou, allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Hè? En we gaan nu 3/4 van de boeren die worden natuurlijk nu opgekocht. Ja. Ik denk er wel even bij mezelf van, we zijn de grootste exporteur van tarwe, de grootste exporteur van kaas, van melk en van allerlei andere producten. Hoe moet dat dan? We hebben geen aardgas meer, hè? Want die mensen die wij zijn zielig in Groningen, die hebben last van die schokjes. Dus de aardgasprijs gaat 3 keer de hoogte in. Dat gaat heel veel bedrijven de kop kosten. Nou, dus dat even dat andere met die boeren. Die boeren moeten weg, want er moeten huizen gebouwd worden. En er moet natuur komen. De industrie moet weg, want dat is allemaal milieuvervuilend. En dat is allemaal hard werk. En ja, dan wil je mensen toch niet aandoen om daar te werken. Dus dat stukje omzet gaat ook weg. Ja, ik vraag me alleen af van waar gaan we nog van eten in Nederland? Ja, nou, dat wil ik allemaal voorlezen. Maar niemand zegt het. En je kunt het wel met me eens zijn, maar ik voegde daarbij het woord. Ik zie het niet meer zitten. En ik moet altijd aan de wijze woorden denken van een koning. Dat was een Thaise koning, zo'n beetje 500-600 jaar geleden. En die zei in zijn wijsheid, zei hij het volgende. Hij zei, deze koning zei, slechte tijden maken sterke mensen. Sterke mensen maken goede tijden. Goede tijden maken zwakke mensen. En zwakke mensen maken slechte tijden. Nou, dat zijn 4 generaties. Wauw. Ja. Dat komt er even uit bij jou zo. Ja. Dus die Thaise koning is voor mij een held natuurlijk. Dat begrijp je al even. Ja, ja. En dus voor mij is dat gewoon. Wij zitten nu daar. Vul jij zelf maar in waar we zitten in Nederland. Ja. En ik denk bij mezelf, jongens. Al die bureaucraten en aristocraten en weet ik wel wat dat allemaal is, die zijn de baas. Ja, ze zorgen alleen maar voor zichzelf. En als ik die mevrouw Kaag zie, dan moet ik er gewoon kotsen. Ja. Gewoon hoe zij dus iedereen voor de gek houdt en dan ook nog durft te zeggen, ik vertrouw niemand. Ja, en die krijgt dan, jongen. Ja. En dan die mevrouw Bijleveld erbij, van, die is dan gelukkig opgestapt. Maar deze twee vrouwen hebben het bloed aan hun handen zitten van de mensen uit Afghanistan die door hun falen niet meer weg konden komen. En je ziet dat mevrouw Bijleveld gaat weer rustig naar de Tweede Kamer toe en mevrouw Kaag is gewoon weer voorzitter van D66. Het is om te kotsen. Ja. Ja? En dit zijn dan onze voorbeelden voor ons volwassenen en voorbeelden zijn voor onze kinderen. Ja, en dan ga je begrijpen waarom het zo'n klotenzootje is geworden in Nederland. Ja. Ja, maar dat is dus die Thaise koning 500 jaar geleden, die had dat al voorzien. Okay. Dus daar houden we even iets aan vast. Zou jij het ook niet leuk vinden om iets in Thailand voor Olke Bolk Radio te doen? Nou ja, kijk, maar ik ben altijd actief, dat weet je. Ja, precies. Ik doe altijd alles. Als Olke Bolk mij vraagt om mensen te interviewen, die moet mij natuurlijk niet gaan vragen om muziek te draaien. Nee, want daar heb ik niet zoveel mee. Maar ja, goed jongen, ik ben altijd bereid. Ik weet niet hoe het allemaal gaat, dus kom erop. Okay. Altijd gezellig. Helemaal goed. Ga jij ook de Thaise nationaliteit aannemen? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat zit eigenlijk. Dus als dat kan, dan doe ik dat natuurlijk. Want ik wil natuurlijk loyaal zijn aan het land waar ik leef. Mm-hmm. Maar ik weet niet of dat kan. Hè. Je kunt maar niet zomaar Turk worden of Albanees worden. Ja, ik weet het ook niet, nee. Maar of Amerikaan of zo, weet je. Dus ik denk niet dat dat zo 1-3-3 is. Maar als dat de mogelijkheid daar is, ja, dan doe ik dat natuurlijk. En dan pak ik gelijk natuurlijk die 20 jaar officieel erbij, hè. Dan begrijp je natuurlijk. Nee, duidelijk. Nee, dat kon dan appakee. Dan ben ik echt helemaal die 52 en dan trek ik er nog een paar jaartjes vanaf. Ja, dan ga ik voor jou speciaal het volgende nummer draaien. Het volgende. Ja, dat ga ik speciaal voor jou draaien. En ik wil je bedanken dat je aan de telefoon wilde komen. En wij zullen elkaar vast nog wel vaker spreken. En
Maar dit is speciaal voor jou. Dit is het volkslied van Thailand. Het volkslied van Thailand? Ja, heb je dat wel eens gehoord? Ja, dat ken ik wel, maar ik vind dat niet de plaats om dat nou te doen, eerlijk gezegd. Hoe bedoel dat je? Vind ik dat, nee, dat vind ik dan niet van respect betuigen. Terwijl mensen aan het werk zijn of onderliggen nee, of zo. Dit is zondagmiddag, hè? Als zondagmiddag? Ja, als dit programma uitkomt. Ja, maar desondanks vind ik dat niet... Doen we het niet. Dat gebruik je alleen bij plechtige gelegenheden. Of als de koning komt. Of als het hockey al gewonnen heeft of zo. Maar niet zomaar in een radio. Dat vind ik maar niks. Gaan we niet doen. Dan ga ik Robbie Williams draaien met Angels. Nou, oké. En ik ga er nu uit? Of moet ik even blijven hangen tot Angels klaar is? Nee, blijf even hangen. Dan spreek je zo nog even. Ja. Oké. Angels van Robbie Williams. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me, when I come to call, she won't forsake me, I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead, I'm loving angels instead.
she won't forsake me. I'm loving angels instead.